Zo, hier heeft iedereen al door dat het ontbijt klaar staat. Alleen Petje snapt het nog niet. Gaat het goed komen, meisje? Kijk, er is voor ieder een gaatje. En dan gaan die twee zwarten in hetzelfde gleufje staan graven. Lekker handig. We zijn precies op tijd, want de regen begint. En lekker te eten. Lekker hoor. Ja. En daar is eindelijk de eerste regen, maar het komt wel met de storm. Het gaat zo hard. Zo hard. Na 4 maanden droogte is het ook logisch natuurlijk, maar het is wel Jantje lacht, Jantje huilt. De lichten zijn al aangegaan bij de stal, maar het is gewoon overdag. Het is echt enorm. Alles staat onmiddellijk blank, want de aarde is gewoon zo keihard en droog gedurende 4 maanden. Het neemt gewoon niks op. Lekkage natuurlijk in de schuur. Het gaat zo hard, het is gewoon niet tegen te houden. Zo, er moet ook elektriciteit naar de poort en water naar die kant op. Dus er is een hele grote gleuf aan het graven door het land heen. Waarbij we hopen dat we niet de waterleiding van de buren raken. Die loopt namelijk ergens hier door ons land. En er komt weer een osse schoentje uit. Ossen werden beslagen omdat anders hun voeten te snel zouden slijten. En dit is dan 1/2, want een koe heeft 2 tenen. Een paard heeft er maar 1, een koe 2. Dit is dus de linkerhelft van 1 voet. En langzaam komt de beschaving dichterbij. Ik heb hier de putwateraansluiting van de vijver afgetapt met een kraan en een slang. En de elektriciteit komt hier ook vandaan straks. Maar toen we hier kwamen vond ik een enorm stuk tyleenslang van iets van 20 meter in de struiken. En dat zag er nog goed uit. Dus koppelstuk eraan gemaakt. Hop. Onder de poort door. En dat komt dan voorlopig hier in dit hutje uit. Het moet ook allemaal nog een keer mooi worden. Maar nu hebben we een kraan gewapen. Kijk eens, koppelingstuk. Kijk eens, hetzelfde. Kringen schieten altijd weer om een hele reden. Daar was de kik, geloof ik. Ja, dat gaat beter. Nou, dat is niet dat wij water hebben. Maar voor het pomp wordt erg handig. Nou, elektrakabel er doorheen douwen was al helemaal geen probleem. Dus nu hebben we elektra en water in de gleuf liggen. Hier komt straks weer zo'n waarschuwingslint overheen. Ik heb geen blauwe bij de hand voor water, dus ik doe gewoon rood voor allebei. En het water is alleen maar voor een drinkbak voor de paarden, dus dat gaat toch nergens over. Vandaar dat we ook
ons niet druk maken om dat 60 centimeter diep te doen en in twee gescheiden kanalen en bla 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 wat je allemaal hoort te doen. Een van de uitdagingen van dit hekproject is dat het terrein langzaam omhoog loopt en ik wil de weg in stand houden zodat het water ook van regen gewoon naar beneden door kan stromen als het hard regent. Dus moet het hek omhoog, want ik wil natuurlijk niet met het hek de grond indraaien en daarvoor moet ik het onderste steunpunt verhogen. Daar heb ik een stuk ijzer op gelast en nou is de vraag: zit ik goed vandaag? Want als ik dat onderste vastzet, dan moet ik hierboven een punt lassen waar het scharnier in de bewapening vast komt te zitten, zodat het geen kant op kan. En zo meten en rekenen we de hele dag door. Wat is dat dan, wat je daar hebt gezien? Dit is het scharnier. Heb je het zelf gekocht of heb je het zelf gelast? Dat heb ik gelast. Ja, dit is, heb ik gekocht. Maar ja, oké, okay, met het andere stuk heb je helemaal gelast. Dit is wat ik moet stellen. En dit is de willen volgens mij gewoon dat je een gat boort en dit erin stopt. Ja. Maar het is rond, dus dat komt binnen no time los. Het heeft geen enkele vierkante vorm of wat dan ook om zichzelf op te sluiten. Dat vind ik stom. Daar hou ik niet van. Ja. Dus. Wat gaat die jongen nou toch weer doen? Hij gaat lassen. Als het gaat, dan hebben we geluk. Hij gaat onder de tent, tegen windvlagen. Hij gaat zijn hamer vastlassen, ik weet het zeker. Je mag niks zien, het is heel privé allemaal. Ik zie het, ja. Nou, komt ie. Ja. Door de aanhoudende droogte die we hebben, laten de bomen hun blaadjes vallen om zichzelf nog te redden. Daarom is het nu al herfst in augustus. Dat zeg ik. Overal liggen blaadjes. Tot zelfs op de vensterbank. Of is dit misschien helemaal geen blaadje?